De hoogte van de zon verandert gedurende het gehele jaar, evenals de lengte van de dag. Weerstation Uithoorn heeft dat duidelijk vormgegeven met deze zonnestand. Realiseer dus dat de baan van de zon in de zomermaanden dus zelfs verder naar het noorden dan oost en west gaat. Als je zo staat, dus zelfs achter je. In het platte vlak ziet dat er zo uit. Dit zijn dus de verschillende maanden waarin duidelijk te zien is dat de kortste maanden, januari, december, natuurlijk het laagst zitten en in juni het hoogst. Wil je bijvoorbeeld in december een betere opbrengst hebben, dan zal dus een andere hoek gunstig zijn dan wanneer je voor het totaal maximaal vermogen gaat. Zolang er nog gesaldeerd kan worden, is maximaal vermogen natuurlijk het gunstigst. De energieleveranciers zijn dan de buffer waar je aan levert en van terug betrekt. Gaat dat salderen minderen of zelfs afgeschaft worden, dan zou je wel eens een hele andere keuze kunnen maken. Combineren we die zaken, dan is te zien in dit diagram wat een opbrengst zou kunnen zijn bij een bepaalde hoek. Dit geeft de hoek van het paneel aan, of eigenlijk de dakhelling, tussen 0 graden en 90 graden, dus rechtop of platliggend. Dit is de richting, dit keer niet in graden, maar in ruwweg aangegeven. En de witte lijnen die vormen het rendement weer. Wil je dus 100% rendement hebben, dan zou je dus het paneel op pak een beetje 35 graden moeten hebben en in bijna zuidelijke richting, ietsje meer naar het westen. Wat ontbreekt bij deze grafiek is voor welke breedtegraad die bedoeld is, lengte en breedtegraad die bedoeld is. Want dat kan best wel eens anders zijn op het moment dat je dichter bij de evenaar zit of er juist erbij vandaan. Leg je hem helemaal plat, dan geeft deze tabel aan dat je nog 90% rendement hebt. Een andere manier van presenteren is de tabel van Hespul, als je dat zo uitspreekt. Die geeft de hoek aan ten opzichte van het zuiden, dus de zuiden stelt u op 0. Dan is dit meer westen en dit meer naar het oosten en dit is de dakhelling. Leg je het paneel helemaal plat, 0 graden dus, dan zegt hij van 87% rendement heb je in alle richtingen. En zodra je een klein beetje een hoek geeft, dan loopt de opbrengst op, waarbij het hier het gunstigst is. Ook hier weer weten we niet voor welke breedtegraad deze tabel is, dat staat nergens. Maar even aannemen dat die voor Nederland en of België geschikt is, maar wie weet, dan zou dus deze hellingshoek het gunstig zijn en ook richting zuid voor een optimale opbrengst. In mijn geval ligt hij dus een 20 graden hellingshoek van 20 graden ergens naar het oosten. Dus kom ik op 87%, wat eigenlijk hetzelfde is als platleggen. Er wordt weinig rechtstreeks ingestraald. Dat is wel aardig te zien met die kleurtjes, dat je dus wel kan zien dat hij dus bij min 55 zou wat meer gaan opbrengen. En dan gaat dat zo steeds meer opbrengen en dan weer minder. We laten eigenlijk normaal gesproken de ligging van de panelen, de hoek, bepalen door de hoek van het dak. Maar er zijn ook constructies, zelfs voor dakpannen, die het mogelijk maken om op een schuine helling het paneel ook nog eens een keer onder een hoek te leggen. Dus net zoals bij platte daken, maar in dit geval bij schuine daken. Je ziet het in Nederland niet veel. En er zijn ongetwijfeld redenen voor, maar dit was wel het systeem wat ik in gedachten had om mijn 20 graden naar het westen liggende hellingtje wat meer op te tillen, dat ik wat meer zon uit het zuiden zou kunnen opvangen. En dan is er ook nog zoiets als zonkracht, dagelijks gemeten door het RIVM en weergegeven op een website. En dan kan je ook inderdaad zien dat hij natuurlijk overdag de meeste zonkracht heeft. Maar zijn er wolken of zijn er andere omstandigheden waardoor de zonkracht minder is, kun je dat ook in deze grafiek zien. In hoeverre dat echt invloed heeft, wie zal het zeggen?
abonneer op mijn kanaal en eventueel een like en zet eventueel een commentaar hier gewoon onder. Tot een volgende keer.